Duitsland. Zuid-Duitsland. Schiet al op. Om 10:15. Das ist dann wahrscheinlich richtig Berge. Und dann stehen wir ein bisschen im Stau, aber die Stau ist reduziert. We rijden in Zwitserland, de donkere wolken die pakken samen, maar ik dacht altijd dat Zwitserland een land was met veel bergen, maar het is gewoon net Nederland, zo plat als een pannetje bier. Hier heb je kaas, Emmentaler. Ja, we hebben ook nog Emmentaler kaas. Dat is ergens helemaal vlak hier. Normaal in gedachten had. Ja, ik snap helemaal dat je het in gedachten had. Langs. Ja. Hij heeft toch ook een andere route. Zo, dit lijken al meer de bergen van die we nodig hebben in de Alpen. En aan die kant ligt in de verte nog het meer van Genève. En het industrietrein van Montreuil. Daar liggen de bergen met de sneeuw. We komen in de buurt. Ja, we rijden nog wel echt in de bergen, hè. Een klein weggetje, maar we zijn er nog lang niet. Dus eens kijken hoe we verder gaan. Maar dit zijn de Zwitserse bergen, met een bruggetje. Oh. Zo, kijk hier. Is het nog een licht? Een skilift. Ja, waar dan? Zuiden. Rijden is ja. Dus we zitten in de goede regio nu. Ja, we moeten helaas de tunnel nemen bij de Sint-Bernard, een dure tunnel. Inmiddels zijn we wel aangekomen in Italië. Woehoe! Yeah. Nou, ook hier aan de Italiaanse kant ligt er sneeuw genoeg. Het belangrijkste onderdeel van het appartementje, de keuken met de twee pitjes, een magnetron en een wasbakje. Daar gaan we het best mee redden. Dan komen we in de hal met het rare dingetje waar je van alles aan kan hangen. En dan hebben we hier links een slaapkamer met een tweepersoonsbed. Heeft Meike ingepikt. Anders zouden ik en Femke in één bed moeten slapen, dus dat is niet zo handig. Hier hebben we een slaapkamer met de twee losse bedden en een groot stapelbed. Dus daar slapen Femke en ik. Nee, we gaan niet samen in het stapelbed. De wasmachine. En hier moet ik even het lampje aan doen natuurlijk. Dus even kijken. Ja, de badkamer met dichtbad. Dus dat hebben we dan ook. En dan gaan we verder. En dan hebben we hier een mooi schilderij. Een krap gangetje. Een halletje met de buitendeur en kasten die we niet open krijgen. De bibliotheek.
ik. En de grote woonkamer. Hier staat zelfs al lekkere drank voor mij. Met borrelglaasjes. En de eettafel. Hallo. En het bankstel. En nog wat boeken. En de televisie. Daar moeten we het mee doen. Kijk eens hoe mooi het dorpje is. Er is nu om 11 uur nog een beetje gezelligheid alom. En mooie kerstboom nog.